God is geestig. Dat is een van de onsterfelijke uitspraken van Gillis Quispel, aan wie wij op 14 mei 2016 een symposium wijden ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag. En Gillis Quispel zelf is bijna 90 geworden. De laatste 25 jaar van het leven van Gillis Quispel zijn nauw verbonden geweest met de Bibliotheca Philosophica Hermetica. In 1990 vertaalde hij samen met Roel van den Broek het Corpus Hermeticum en voorzag deze van wetenschappelijke commentaren. Deze samenwerking heeft tot bijna de laatste dag van zijn, leven voortgeduurd. Het heeft vele schatten voortgebracht. Hij heeft diverse belangrijke teksten uit de traditie van de Gnosis en de Hermetica heeft hij het licht doen zien bij onze uitgeverij In de Pelikaan. En daarmee eigenlijk een belangrijke bijdrage geleverd ook aan het Nederlandse onderzoek naar de studie van de Gnosis en de Hermetica. Op 14 mei organiseert de Bibliotheca Philosophica Hermetica in samenwerking met de Stichting Rozenkruis en met Wouter Hanegraaf van de UvA, de leerstoel Geschiedenis van de Hermetische Filosofie, een symposium waar het intellectuele nalatenschap van Gillis Quispel, maar ook zijn studenten die aan het woord komen en zijn collega's. Voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica is het dan ook een grote eer om onze Gillis Quispel centraal te stellen in dit symposium. Uit de wetenschappelijke samenwerking is ook een persoonlijke vriendschap ontstaan. De bibliotheek bewaart de handbibliotheek van Gillis Quispel en enkele personalia. En eigenlijk is het in die geest van samenwerking die er altijd met name in Nederland is geweest, vonden wij het passend om samen met de familie Quispel, vertegenwoordigd door Reinoud Quispel, en samen met de Stichting Rozenkruis en Wouter Hanegraaf van de UvA in Amsterdam, deze grootse dag te organiseren. Wij zijn er bijzonder trots op dat onze uitgeverij In de Pelikaan op deze dag de standaard editie van de Hermetische Geschriften uit mag brengen in één band. Gillis en Gillis Quispel en Roel van den Broek hebben lang samengewerkt. Samen het Corpus Hermeticum vertaald en van commentaar voorzien. Gillis Quispel heeft daarna Asclepius voor ons vertaald en Roel van den Broek de overige hermetische teksten. Dit hele corpus van de religieuze filosofische hermetica is nu per 14 mei beschikbaar in één band en door Roel van den Broek van de meest actuele wetenschappelijke inzichten voorzien in zijn commentaren. Reden genoeg voor u allemaal, en daar nodigen we u dan ook van harte voor uit, om deze dag gewijd aan Gillis Quispel op 14 mei te bezoeken. En er zullen nog een aantal verrassingen volgen in de vorm van een compositie, geïnspireerd op het Corpus Hermeticum. En wij zien u graag binnenkort.